wanneer zij uit haar venster zag. Het zij bij avond of bij dag. En als ze dan een glimp opving van hem die door de boomgaard ging. En als er niemand aankwam lopen, dan deed ze snel een deurtje open en riep haar kleine hondje aan. Dat in zijn eentje uit mocht gaan. Het beest dat klein maar pinter was, ging spelen in het mooie gras. En wist dat het daar onder de bomen zijn nieuwe vriend zou tegenkomen. En als de ridder het hondje zag, dan wist hij dat zijn lief die dag hem op haar kamer kon ontvangen. En hij ging brandend van verlangen bij haar naar binnen. De burggravin van Vergy is een tragische liefdesgeschiedenis. Geschreven in 1315 door een onbekende Brabantse dichter. Willem Wilmink heeft het in 1997 hertaald. Je komt eigenlijk in de literatuur, in Nederland althans, niet een voorbeeld tegen van de vernietigende kracht van jaloezie. Niets gevaarlijkers dan een afgewezen vrouw. Wat pijnlijk voor wie ooit verklaarde van niemand op de aarde zoveel te houden als van mij. En nou is jouw liefde dus voor mij. En dan terwijl ik op je bouwde en nog steeds van je blijf houden en voor jou niets verbergen kan, want je bent niet voor niets mijn man. Of het me goed zal doen of kwaad, ik zeg wat in mijn hart omgaat. En dat terwijl jij wel geheimen hebt voor mij. Lieve man, dat zijn toch zaken die je vrouw verdrietig maken. Naar elders gezien mijn ogen niet, dan waar ze hem aanschouwen mogen, want hij die heel mijn hart gebiedt, moet ook de Heer zijn van mijn ogen.